Universiteit van Nederland. Hallo luisteraar, welkom in het Quantum Universum. Kijk om je heen, je ziet het niet hè, maar je zit er middenin. Quantum, en dan vooral de quantumcomputer, heeft de potentie om je leven drastisch te gaan veranderen. Van welke medicijnen je neemt, tot hoe we onze gegevens beveiligen. Maar weet jij wat het is? Nee hè? Gelukkig zijn er twee dappere mensen die het aan je uit gaan leggen. Tenminste, dat gaan ze proberen. Sander en Adriaan, succes! Welkom bij aflevering 3 van de Quantum Podcast. Ja. Deze is superbelangrijk, deze aflevering. Deze aflevering is heel belangrijk, want we hebben het er al over gehad. We investeren als Nederland heel veel in kwantumtechnologie. Miljoenen. Ja, exact. En dat is natuurlijk met reden, want het gaat heel veel impact hebben op ons dagelijks leven. En deze aflevering gaan we het hebben over misschien wel een van de meest ingrijpende manieren waarop dit dus invloed gaat hebben, namelijk beveiliging. Cryptografie en dus ook je bankgegevens, staatsgegevens, Okay. Alles. Dat ligt straks misschien wel gewoon op straat. Gewoon je foto's, ja. Gewoon alles. Ja. Ja, en wat daar wel relaxed aan is, hè, want je noemde net al even die investeringen en die bankgegevens, is dat je met dus die quantumcomputers supersnel rijk kan worden en dat we alle investeringen meteen terugverdienen door die quantumcomputer. Wat? Ja, want je zei het toch net, een quantumcomputer die is supergoed straks in die berekeningen kraken. En dan kan je zo al het geld van die bankrekening halen. Dat heb ik de vorige afleveringen geleerd. Want je hebt namelijk superpositie. Dus iets kan tegelijkertijd op twee plekken zijn. En daardoor kan je qubits maken. Die hebben dat. Die werken met zo'n superpositie. En die kunnen heel goed parallele berekeningen doen. Dus heel veel berekeningen tegelijkertijd. En daardoor kunnen ze heel makkelijk codes kraken. Zoals van banken. En dan ga je gewoon even gewoon log je in op internetbankier. Zo ploep, ploep, ploep. Alle rekeningen leeg. Ploep, ploep. Al het geld terugverdiend voor die heel het kwantumonderzoek. Hou ik zelf ook nog even wat. Lekker huisje bij. Tweede huisje, derde huisje. Niemand die het door heeft ook. Toch? Dit klinkt echt heel plausibel, laat ik dat vooropstellen. Maar dit is toch niet helemaal hoe het uiteindelijk werkt. Het is niet zo makkelijk om zomaar even geld ergens daar vandaan te halen. En je kunt die kwantumtechnologie ook gebruiken om de boel weer opnieuw te beveiligen op een andere manier. Als je dus kijkt naar hoe de dingen nu beveiligd zijn, dat is wel heel leuk. Ik hou wel van wiskunde. En dat gaat altijd over priemgetallen. En dat wil zeggen, dus als je twee priemgetallen hebt en je vermenigvuldigt ze met elkaar, twee hele grote priemgetallen, dan krijg je een nog groter getal. En als je dan niet weet, ja, echt een gigantisch getal. We hebben het over priemgetallen. Ja, gewoon honderden, duizenden cijfers bestaan. Noem je een groot priemgetal? Dat kan. Dat doe ik straks na de opnames. Anders zijn we heel lang bezig. Maar het leuke daaraan is dus, als je niet meer weet welke priemgetallen je had, maar wel dat grote getal hebt, dat product, dan is het heel lastig om te achterhalen welke twee priemgetallen er zijn gebruikt. En dat is waar cryptografie op is gebaseerd. En wat leuke is nu, dat als je dat wil berekenen, begrijp ik helemaal niks dan van. Heb je daar weer de quantumcomputer voor nodig. Ik ben echt... Je hebt mij echt al verloren bij priemgetal. Hallo, daar ben ik weer. Hey, godzijdank. Net op tijd. Ja. Had niet veel langer moeten duren. Ik ben blij dat je weer bent. Ja, dus goed. Aletta, die haakt weer aan. Ja. Aletta promoveert. Onze kwantumgids. Onze kwantumgids promoveert aan de Universiteit Leiden. En doet onderzoek naar hoe er gesproken wordt over kwantum. Ja. Nou, we zijn inmiddels al 3 afleveringen bezig. Dit is de 3e aflevering. Ja. Ik was best wel lekker op dreef. Welk rapportcijfer geef jij mij voor mijn uitleg van net? Iets imaginairs, denk ik. Iets imaginairs. Nou, een 11. Top. Ja. Ja, laten we even weer kijken. Wat zijn de 3 belangrijke dingen voor deze aflevering? Ja, oké. Oké, dus het allereerste is die kwantumcomputer waar we het over hebben. Ja? Die is heel goed in bepaalde berekeningen heel snel doen. Ja. Zoals die parallele berekeningen. Zie je wel. Ja. En ja. Waar jij het dus inderdaad over had. Onze beveiliging, online beveiliging. Onze cryptografie. Kan een kwantumcomputer wellicht veel sneller gaan kraken door het uitvoeren van die parallele berekening. Ja, zie je nou wel. Ja, dus dat is punt 1. Punt 2 is, dat kan niet door middel van superpositie, maar dan is hij er nog niet. Ja. Er is nog iets nodig, namelijk interferentie. Okay. En daar gaan jullie het in deze aflevering meer over hebben. Ja. En als derde is, als die kwantumcomputer onze beveiliging zo snel kan kraken, onze online beveiliging, dan moeten we naar iets nieuws toe. Naar een nieuw type versleuteling. Daar gaan jullie het ook deze aflevering over hebben. Want dat kan door middel van kwantumcryptografie. Oké. En wat nog extra belangrijk is, is hackers die kunnen nu onze data stelen en bewaren. En dan zodra die kwantumcomputer er is, het alsnog gaan kraken.
Dus daarom is het zo belangrijk dat we naar een nieuwe type versleuteling gaan. Op de fiets, Dus dan hebben ze al die compromitterende foto's van mij. Die staan nu al ergens opgeslagen. Kunnen ze nu niet bij. Maar op het moment dat die quantumcomputer er toch op gewoon te bestellen is online. Ja. Dan kunnen ze er in één keer bij. Ja, ik weet niet hoe interessant ze jou foto's vinden, maar dat zou kunnen. Oké, dus wat we gaan doen, Aletta, is dat we deze aflevering gaan uitzoeken hoe het zit met de beveiliging van onze gegevens. Dus van onze bankgegevens, of e-mail, of pikante foto's, of whatever. Dat alle digitale gegevens. Ja, precies. Nou, laten we even een voorbeeld nemen. Ja? Als jullie nou eens naar elkaar gaan appen via WhatsApp. Okay. Dus pak je telefoon er bij. Ja, antwoord nooit op mijn berichtjes, dus dat is gemakkelijk. Oh, nee, ik zie dit inderdaad. Ja? Dan zie je, als het goed is, daar een getal staan, toch? Ja, bij de versleuteling. Ja, een heel groot getal. Dit bericht, en een QR-code. Ja. Ja, en dit bericht wordt beveiligd door end-to-end encryption. Ja, precies. Ja. Dat is die encryptie waar we het over gaan hebben. Ja. Oké. Maar dat zijn dus twee hele grote getallen. Hele grote priemgetallen dan, toch? Ja. Priemgetallen, kennelijk, ja. Vind ik nog steeds allemaal best wel complex. Nou, weet je wat, Sander? Speciaal voor jou, maar ook voor de luisteraar. Uiteraard heb ik een hele leuke explainer gemaakt. Luister maar even. Dankjewel. Versleuteling binnen internetdiensten, zoals je bankzaken, chats en de opslag van je foto's, gaat aan de hand van priemgetallen. Weet je nog wat een priemgetal is? Voor de zekerheid, een priemgetal is een getal dat alleen deelbaar is door één en zichzelf. Als je twee priemgetallen met elkaar vermenigvuldigt, bijvoorbeeld 3 en 7, dan krijg je 21. En 21 is dan alleen deelbaar door 3 en 7. En 1 en zichzelf natuurlijk. Met dit gegeven is end-to-end versleuteling ontwikkeld, zoals we zagen bij WhatsApp. Er zijn persoonlijke sleutels, alleen zichtbaar voor de gebruikers, dus de 3 en de 7. En de publieke sleutel, 21, die je dus krijgt als je die priemgetallen met elkaar vermenigvuldigt. Van 21 is natuurlijk vrij makkelijk te achterhalen door welke getallen het gedeeld kan worden en is dus als versleuteling erg makkelijk te kraken. Maar wat als je een gigantisch lang getal hebt, bijvoorbeeld 120 cijfers zoals bij WhatsApp, of in het geval van banken 700 cijfers? Hoe achterhaal je dan wat de delers van deze gigantische getallen zijn? Met moderne computers duurt het ongelooflijk lang deze te kraken. Denk aan miljoenen of miljarden jaren. Het is hartstikke veilig dus. Maar met een kwantumcomputer kan dit in een mum van tijd gekraakt worden. Aad, dank voor deze explainer. Graag gedaan. Mijn afdronk is dat we eigenlijk allemaal best wel een groot probleem hebben. Oké, dat was niet de bedoeling, sorry. Nou, niet zo somber. Dat valt allemaal best wel mee. Oké, gelukkig. Het duurt eigenlijk waarschijnlijk nog wel een tijd voordat we zo'n hele grote quantumcomputer hebben die onze huidige encryptie kan gaan kraken. Ja. En ten tweede, er zijn allemaal mensen aan het werk om een nieuwe type versleuteling uit te vinden. En een van die mensen, wat me heel leuk lijkt als jullie daar hierna naartoe gaan, dat is een collega van mij, Christian Schaffner. Hij is hoogleraar Theoretische Computerwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. En hij kan jullie van alles vertellen over kwantumcryptografie. Ik heb er heel veel zin in. Op naar Christian, toch? Kijk, dit is de servo-ruimte. Ja. Maakt waanzinnig veel herrie, Christian. Ja. Wat zeg je? Het is wel een lawaai, hè? Ja. Ja. En maar waarom staan we dan nou hier? Nou kijk, dit is de communicatie-infrastructuur van de UvA. Dus dat is wat we willen beschermen. Oké. Zullen we het daar ergens anders over hebben? Want ik kan het heel moeilijk horen hier. Ja, dat is misschien beter. Oké, laten we dat doen. Christian, we zijn even verplaatst naar een andere ruimte. Even terug naar die quantumcomputer en cryptografie. Wat ik ervan begrijp is, een quantumcomputer kan gewoon heel snel heel veel dingen tegelijk. En daarom is het onwijs goed in codes kraken. Ja, dat is wel wat veel mensen denken. Wij experts zijn daar niet altijd even blij met dit soort uitleg. Dat is namelijk, jij refereert aan superpositie. Ja. Dat is het feit dat een quantum bit, een qubit, zowel 0 als 1 kan zijn. Ja, precies. Dat is superpositie. Ja. Dat is supergoed. En als je dus meerdere qubits hebt, dan kan je dus ook heel veel toestanden in die superpositie hebben. Ja. Ja. En dan lijkt het op alsof je dingen dus in parallel kan berekenen. Exact, ja. Maar het probleem is dat je aan het eind van die berekening wil weten wat de uitkomst is. Dus je moet een zogenoemde meting doen. Dus je moet kijken wat die toestand is. En in de kwantummechanica verandert de toestand daardoor weer. Dus je maakt die hele superpositie weer kapot. En eigenlijk heb je daardoor nog niks gewonnen. Nee. Dus wat je ook nog nodig hebt als een additionele ingrediënt is interferentie. Sorry Christian, ik breek weer even in. Kijk,
Als jij twee stenen in het water gooit, zie je twee golfpatronen die elkaar op een gegeven moment raken. En de golven die worden veroorzaakt bij de stenen, versterken elkaar op de ene plek en heffen elkaar op de andere plek. Waardoor je een heel nieuw golfpatroon ziet. En dit heet interferentie. En als je dit kunt controleren, kun je bijvoorbeeld ook een geluiddemper door alle golven tegen elkaar weg te laten strepen. Deeltjes hebben ook golfeigenschappen, dus qubits ook. En de truc is om de qubits niet alleen berekeningen te laten doen, maar ook om de boel zo in te stellen dat er door deze interferentie alle informatie die je niet wil wegvalt. En je dus alleen nog de uitkomst over hebt die je wil. Ja. En dat kan je dus ook doen met qubits in een quantumcomputer. Dus wat je gaat doen, is je zet eerst alles in superpositie. Ja. Dan doe je je quantumberekening. Ja. En daar maak je gebruik van interferentie. Om ervoor te zorgen dat de toestand die je hebt aan het einde van die quantumberekening, dat is wat je wil. Het resultaat. Omdat als je daar dan meet, nou, dan krijg je de uitkomst die je wil van die berekening. Oké, maar hoe dan? Want ik zie, hoe matcht het dan? Dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Misschien nog een mooie analogie is als je denkt aan muziek. Ja. Als je in muziek, als je mooie muziek maakt, dan heb je geluidsgolven. En die, als je mooie muziek maakt, interfereren op een mooie manier met elkaar. Dus eigenlijk zijn dat gewoon trillingen van de lucht. Ja. En als je mooie muziek hoort, nou ja, dat in je gehoor zijn dat interferenties die mooi zijn. Ja. En dat is een beetje vergelijkbaar met het programmeren van een quantumcomputer. Daar probeer je de berekening ook zo te doen dat ze mooi met elkaar interfereren. Dus, wat jij doet is heel specifiek ervoor zorgen dat die qubits zo zijn geprogrammeerd dat je ook nog eens de juiste route terugkrijgt door alle andere routes tegen elkaar weg te laten vallen. En dat je dat sneller kan doen dan op een gewone computer. Ja, precies. Okay. Dat je dus een versnelling krijgt van dat specifieke probleem. Oh, ja. Okay. En hoeveel sneller dan? Waar hebben we het dan over? Nou, dat hangt dus van het probleem af. Dus het is niet zo dat quantum computers gewoon alle problemen veel sneller kunnen oplossen. Nee. Maar het is in tegendeel eigenlijk zo dat de quantum computer voor specifieke bepaalde problemen heel goed die ding kan doen. En één voorbeeld daarvan is dus het factoriseren van grote getallen. Ja. Daar hebben jullie misschien van gehoord. Ja, dat dus als je twee grote priemgetallen pakt en die met elkaar vermenigvuldigt, dat is een heel makkelijke operatie. Maar om dat grote getal weer te ontbinden in die priemfactoren, dat is heel moeilijk. Daar weten we eigenlijk niet hoe dat moet op een gewone klassieke computer. En dat is hoe cryptografie werkt, dat is hoe onze gegevens beveiligen. Ja, dat is wat we net gezien hebben in de serverruimte. Die gegevens die zijn beveiligd op grond van dat probleem, omdat het probleem moeilijk op te lossen is. Daar hebben we onze huidige cryptografie op gebouwd. Maar we weten dat met een quantumcomputer, met een slimme algoritme, dus met slim gebruik van superpositie en interferentie, dat probleem dus wel snel kan oplossen. Nou, hoe snel denken we dan aan? Nou ja, dat hangt dan weer vanaf hoe je die qubits precies implementeert, maakt in een lab. Ja. Maar de huidige estimates zijn dat rond de 8 uur zou duren om de huidige cryptografie te kraken. En maar met de klassieke computer, hoe lang zou dat? Met de klassieke computer zijn de problemen zo gekozen dat het gewoon eeuwen duurt. Onder de miljoenen, duizenden van jaren. Dus we gaan van duizenden jaren gaan we naar 8 uur terug. Ja, dat is wel. We praten over de beveiliging van alle communicatie op internet op het moment. Ja. Specifiek is het de public key cryptografie, dus maar een onderdeel van de cryptografie die we kunnen kraken met dat algoritme. Ja. Maar dat zit wel overal in. Ja. Dus het is wel een enorm probleem. Zeker voor gegevens die lang veilig moeten blijven. Ja. Als je het hebt over staatsgeheimen bijvoorbeeld, dat staat gewoon in de wet. Ja, die moeten voor 20 jaar veilig zijn. Ja. Dus, maar dat is dan dus niet meer zo. Nee, ja. Dus als we dus de huidige systemen blijven gebruiken, dan doe je misschien zelfs iets wat tegen de wet is. Ja. Omdat we weten niet wat, als er zo'n computer over 10 jaar komt, dan heb je al een probleem. Dus je moet die nu eigenlijk al quantum beveiligen, terwijl het er nog niet is. Precies, ja. Dus dat heet het store now, decrypt later probleem. Dus je gaat gewoon nu opslaan encrypted verstuurd wordt over internet. En dan in de toekomst, als de quantum computer er is, ga je het breken. Dus je komt dan achter van wat de geheimen zijn die vandaag verstuurd zijn. Maar dat is ook wel een beetje een gok, hoe je het dan nu versleutelt en nou, een gok zou ik niet zeggen. Daar is heel goed over nagedacht van hoe je dat zou moeten doen. Hè. Cryptografen hebben echt jarenlang hier aan gewerkt. En het is nu gebaseerd op een probleem waarvan we aannamen dat dat heel moeilijk is. En ook nog steeds is op gewone computers. Het probleem is dat er nu quantumtechnologie komt, die misschien dat wel kan breken. Ja. Ja. En
Nou ja, er zijn dus ook oplossingen voor. Dat is een ander deel van mijn onderzoek dat ik doe. Dat is de zogenaamde post-quantum cryptografie. Ja. Dus ja. Dat zijn nieuwe public key cryptografie systemen die hopelijk wel veilig blijven tegen quantum aanvallers. Omdat die quantum computer daar weer niet voor geschikt is. Right. Die zijn dus gebaseerd op andere wiskundige problemen. Ja. Dus niet het factoriseren van getallen of discrete logaritmen. Dat betekent wel dat iedereen van financiële gegevens tot medische gegevens tot staatsgeheimen, iedereen moet nu aan de bak. Nou ja, dat is wel is een groot punt. Dat is die transitie naar post-quantum cryptografie. Dat is een groot onderwerp, tenminste nog bij ons. Maar eigenlijk zou dat een onderwerp worden voor iedereen. Iedereen moet daar mee aan de bak. En inderdaad, zeker als je gegevens hebt die lang geheim moeten blijven, is dat iets wat je nu moet beginnen tenminste over na te denken. Als je denkt bijvoorbeeld aan het vervangen van alle bankpasjes. Nou, dat is makkelijk. Hè? Dat is vervangen van hardware. Dat, dat gaat makkelijk 10 jaar duren, dat hele proces. Ja. Ja. En dus als je nu zelfs nog niet weet hoe je daar moet beginnen, nou dan wordt het wel laat. Dus het lijkt wel heel ver weg, maar de urgentie is er nu al. Zo, we zijn er weer. Hey, hallo. Hoe was het hier? Ja, gezellig. Ja? Heb je iets, heb jij iets geleerd eigenlijk in die 10 minuten waar we weg waren? Nee. Okay. Nou, dat komt goed uit, want wij hebben wel van alles geleerd. Dus als wij het even oplepelen, dan kan jij het misschien even toetsen of het een beetje klopt. Ja. De samenvatting van wat we hebben meegemaakt van bij Christian waren is dat, er komt hij weer, superpositie. Daardoor kunnen er die quantumcomputers heel snel parallele berekeningen maken. En doordat ze dat kunnen, kunnen ze de huidige cryptografie, dus de huidige beveiliging van onze gegevens, heel makkelijk heel snel kraken als die quantumcomputer er op een gegeven moment is. Maar niet alleen met superpositie, je hebt ook nog interferentie nodig. Dat is een natuurverschijnsel waarin golven elkaar versterken of dempen. En wat je eigenlijk wil doen, als je zo'n berekening hebt gemaakt met een quantumcomputer, is dat je alle uitkomsten die je hebt die je niet wil, dus eigenlijk alle informatie die je niet nodig hebt, dat je die via interferentie eigenlijk tegen elkaar wegstreept. Dat moet je dus heel slim programmeren, zodat je de uitkomsten die je wil, de goede uitkomsten, eigenlijk overhoudt. Ja, want anders heb je vooral heel veel parallele berekeningen gedaan met heel veel uitkomsten, maar weet je niet wat de goede is. Precies. Je zeg maar zo'n doolhof dat je alle banen hebt ingekleurd, maar nog steeds niet weet welke baan nou de weg is naar de uitgang. Ja, ja, en hierdoor ben ik uiteindelijk wel iets gerustgestelder geworden, want ik ging erin met, nou, al onze gegevens liggen straks op straat, maar dat is gelukkig niet zo, want er is een hele nieuwe tak van sport, kwantumcryptografie, en die gaan onze gegevens gewoon weer netjes beveiligen op een manier dat de kwantumcomputer het niet kan kraken. Nou, je hebt helemaal 180 graden gedraaid, hè? Ja, ja, ik kan weer rustig slapen. Ben ik daar ben ik heel blij mee. Ja. Dit was hem, aflevering 3. Superleuk. Ik heb eigenlijk wel zin in meer afleveringen. Maar het hangt natuurlijk ook een beetje af van wat we allemaal gaan doen. En wat jullie ervan vonden als je nu aan het luisteren bent. Of je al een beetje quantum excited bent geworden, zoals ik. Ik vond dat jullie het fantastisch deden. Jullie hebben het echt heel goed gedaan. Dankjewel. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Leuk om te horen. Mijn vraag is nog, weten jullie al iets over verstrengeling? Verstrengeling? Nou, wat ik toevallig weet, is wel dat als je twee deeltjes met elkaar in verband brengt, kunnen ze, als je ze weer uit elkaar haalt, weer zeg maar sneller dan het licht met elkaar communiceren. Oh, je weet het niet over verstrengeling. Hier het inderdaad in de volgende aflevering over hebben. Ja, op naar aflevering 4 dan maar, toch? Maar die staat nog niet in de podcast. Nee. Nou, misschien inmiddels wel, maar bij het uitkomen van deze aflevering. Dat weet je niet. Dat weten we nog niet. Dit is een heel spannend moment in deze productie. Of wel of niet. Hè? Dat is ook weer, alles is altijd een superpositie. Ja. Dus ofwel nu in aflevering 4 of niet. Tot dan. Tot dan. Doei. Tot dan. Doei.